Goedemiddag jongens, het is vrijdag, weer een nieuwe weekie met de Widi. Was dat een openingszin? Dat was een nieuwe openingszin. Zoals ik jullie in de vorige video verteld, gaan er een paar dingetjes veranderen. Het zijn geen major changes, maar het zijn alleen maar leuke dingen, want er komen gewoon nieuwe dingen. Zo heb ik jullie vorige week gevraagd of jullie een vraag, een clickbait of een onderwerp wilden sturen, zodat ik daar vanaf nu 2 per video kan gaan bespreken. En dat noemen we dan Takkie met Widi. Het leek me wel leuk om op deze manier te laten zien hoe ik over bepaalde dingen denk. Zodat jullie nog een beter beeld krijgen bij naar wie jullie eigenlijk kijken. Omdat je je nu misschien nog afvraagt, who are you though? En nu lekker door naar de video. Dit is alweer vlog nummer 12. Zoals je ziet is mijn wang weer helemaal oké. Mijn verstandskies strijken was echt het beste wat ik kon doen. Want ik voel helemaal niks meer. Ik ben vandaag vrij, maar er staat niet echt heel veel spannend op de planning. Ik ga gewoon heel veel boeken lezen, leren. Dus echt heel spannend is het allemaal niet. Ik ben vanavond wel lekker gewoon met Vee. Ik ben zo blij dat hij weer terug is. Want ik heb gisteren echt als een roos geslapen voor het eerst weer. Dus ik ga nu gewoon lekker leren. En dan vanavond lekker met Vee chillen. Kijk eens wie weer terug is. Hello sexy. Hello, meteen weer girl. Met z'n chocopops. En de diarrhea food. Als ik dat eet, ja. We gaan lekker avondje chillen. Welke film heb je opgezet? Mudbound. Interesting. Zo, ik lijk gewoon echt kaal nu. Top. Goedemorgen jongens, het is vandaag zaterdag. Het lijkt vandaag alsof ik geen haar heb. Maar er zit een masker in mijn haar, dus ik denk ik doe het vast. Anders gaat het zo druipen op werk. Want ik ga naar werk. Lekker naar Schiphol. Lekker weer een uurtje rijden. Chris was net even op bezoek bij ons om met Vee over plannen, over zijn merch te praten. Vee's eerste single komt dus bijna uit, waarvoor hij in Oostenrijk was voor de clip. En het is dan natuurlijk ook leuk als er nog gewoon merch van hem uitkomt. Ik ben echt benieuwd met wie ik werk vandaag, want dat kan je shift echt maken of breken. Dus ja, let's see. Nou, het weer is even helemaal omgeslagen, jongens. Het is lekker bevolkt. We hebben dus een hele nieuwe store, maar geen plek voor onze spullen. Dus onze spullen moeten in kluisjes helemaal aan de andere kant. Maar nu zit ik wel met een soort dilemma. Neem ik mijn camera mee of niet? Want ik kan hem dus ook niet kwijt in mijn tas, want mijn tas ligt hier. Dus maakt het wel moeilijk voor me om hier te blijven, hoor. Het was een verjaardag. Het was vet leuk. Ja, wat heb je gedaan? Dat is echt leuk. Je moet gewoon mijn video kijken. Wat bedoel je, wat heb je gedaan? Extra slagroom voor mijn favorietje. Hi guys, ik ben er weer een keer. Ik kom even een wachtende slagroom eten bij Lydia. En weer dood dan leven. Lydia is weer hard aan het werk. Dus ik ben echt... Gelukkige mens kan je toch niet zijn. Dus dit meisje je koffie maakt. Ik ben zo blij dat je er bent. Jij bent een sprout. Ah, love you. Echt waar. De dag zit er weer op, dus ik ga weer mijn kassa tellen. Dit zijn dus broodjes die over zijn. Die mogen we dan weggooien. Maar ik vind het zo zonde. Ik zou het zo graag weg willen geven. Gewoon aan mensen die hier... Ja, gewoon aan zwervers en zo. Ik ben weer lekker thuis. And I think it's time to say goodbye. Ja. And there it goes. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Vee en ik hebben vandaag een lekker chill dagje, aangezien hij een hele drukke week heeft gehad en nog moet krijgen. En ik ook aardig veel huiswerk heb gemaakt. Ondanks dat heb ik vanmorgen alsnog een paar hoofdstukken doorgelezen. Maar goed, ik ben voor nu even klaar. We gaan nu even lekker koffie halen bij de Starbucks op Amersfoort Centraal. En het leek me een mooie gelegenheid om meteen mijn cv in te leveren. Want ik vind het werk bij Starbucks heel leuk. Alleen is op en neer rijden naar Schiphol gewoon best wel intensief de hele tijd. Dus ja, we gaan even kijken wat de opties zijn. Of ze hier mensen zoeken en of ze mij leuk vinden, et cetera, et cetera. Omdat het trouwens puur langs gaan is, loop ik gewoon zwart aan. Ik heb toch een jas erover en ze zien niks. Plus ik dacht ik kan wel all out gaan met make-up voor een goede eerste indruk, maar dit is wat ze de aankomende periode als ze me aannemen gaan zien. Ik wacht nu even op Peetje, die is mijn cv uitprinten en dan gaan we lekker weg. Ja, jouw haar zit wel strakker en degelijker dan dat van mij. Maar ik dacht ik ga niet fake, ik ga gewoon als hoe ik daar aan het werk ga. Je echt als hoe ik echt ben. Als je zelf, zoals je echt altijd moet zijn. Lekker mijn cv'tje ingeleverd en een koffertje gehaald. Natuurlijk een caramel shortbread voor meneer. Maar ze was positief, dus we gaan het even afzien. Afzien? Afwachten. Afwachten. Beter niet afzien. Ik moet toch even eten maken, Nootje? Ik kom maar aan. Lekker eten. We hebben 4 trailers gezien en meneer kiest de film die me echt het minst aanspreekt. Welk sprak je dan wel aan? Nou, deze niet. Maar die eerdere wel dan? Maar goed, ik geef het een kans. En jij neemt anders heb je onze chilldag wel geruineerd. Wil je Japans kijken? Nee, dit is goed. We'll do it with this. Nee, ik meen het. It's okay.
2 hours later. Ik neem mijn woorden terug. Echt een zieke film, man. Helemaal brainwashed. Goedemorgen, jongens. Het is vandaag dinsdag. Mijn babyhaartjes zijn vandaag een beetje wild. Maar het is fijn. Ik ben onderweg naar school toe. What's new? Joelle is er eindelijk. En ze loopt echt achter een meisje met precies dezelfde outfit als haar. Maar dan anders. We hebben nu een uur tussenuur, dus we hebben lekker broodjes gehaald en voor mij een koffietje. En we hebben een goede keuze gemaakt, want we hadden ook daar kunnen zitten. But we did it. So I'm proud of us. Ook al hebben we wel 3 koekjes. Maar ja, 3 voor 1,50, jongen. Maak dan niet zo gekke deals. Ik ben alweer thuis. Maar nu ga ik mezelf even omkleden en een soort van klaarmaken. Ik ga niet de deur uit, maar ik ga eventjes fotootjes schieten. Zodat ik een nieuwe kanaalfoto kan maken. Een nieuw intro, outro en header. Als deze online staat, dan heb ik volgens mij al mijn nieuwe. Dus laat me even weten wat jullie ervan vinden. Maar voor nu kom ik thuis en heb ik een pakketje. Dus die gaan we even openmaken. Zo, dit is wel een beetje lastig met één hand. Jeetje. Dit is een pakketje van Ideal of Sweden. En er zit een screen protector in. En ik heb, als het goed is, 3 of 4 hoesjes gekregen. Dus dit wordt echt grabbelen naar alle hoesjes. Oké, ik heb er 3 gevonden. Wacht eens, ik had ook nog een kabel. Ik ben bang dat ik hem toch echt om moet koppelen. Nou, Ideal of Sweden vindt het duidelijk heel belangrijk dat de verpakking mooi is. Dit is gewoon hard plastic en dit is een soort van 3D, dus je kan het voelen. En ik heb dit heel mooi opengescheurd, maar het heeft gewoon zo'n mooi, kijk, dat vlaggetje erbij. Detail, jongens, detail. Plus, het hoesje zelf is natuurlijk ook echt mooi, hè. Dit is trouwens wel een tegenvaller, want ik had dan ook voor het slangenprintje gekozen, maar dan hoopte ik ook op een echt slangenprintje, dus dat je dat echt zo, althans niet een echte, jezus, voordat ik allemaal reacties krijg op dierenhaat. Ik bedoel gewoon een echt voelend reliefje. En dat is het dus niet. Dus dat is een minpuntje hoor, Ideal Sweden. Nou jongens, ik heb me eventjes klaargemaakt, omgekleed, een beetje make-up opgedaan, althans een beetje. I look like a different person now. Maar ik ga nu Takkie met Widdy opnemen. En ik had een poll op Instagram gegooid. En daaruit bleek dat de meerderheid liever had dat Takkie met Widdy in een andere video plaatsvond. Dus dat gaan we gewoon doen. We're gonna make that happen. Computer staat klaar, licht staat klaar, camera staat klaar, plantje staat klaar. En ik ben klaar, dus let's go. Goedemorgen jongens. Het is vandaag vrijdag. Gisteren had Faye hier een studiosessie met Giri. Ik dacht, ik ga daarna aan mijn theorie beginnen. Wat ik moet gaan leren uit mijn boek. Maar ja, dat werd een beetje laat. Dus ik was pas om 2 uur klaar met lezen. Ik lag pas om 3 uur echt te slapen. En ik had vanmorgen om 9 uur college in Almere. Dus ja, that was pretty rough. En het college zelf was ook best wel zwaar. Want het ging over gezinssociologie. En eigenlijk begon ze de eerste zin gelijk met: hoe definieer jij een gezin? En dat vond ik gewoon best wel heftig. En moeilijk om over na te denken. Maar het is wel goed dat ik daarover na ga denken. Dat ik bewust ben dat ik natuurlijk niet in het ideaal beeld van een gezin leef. Want sterker nog, ik heb op dit moment eigenlijk geen zin. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Als ik jullie nou heel benieuwd heb gemaakt, er komt deze week een Takkie met Widdy. Daar ga ik het hebben over zowel mijn thuissituatie als over toxic relationships. Dus als ik jou nu nieuwsgierig heb gemaakt, moet je daar vooral naar kijken. Voor nu ga ik even lekker stampen en leren en huiswerk maken. God, wat een saaie week, hè? Ja, ik weet het. Daarna ga ik mij omkleden en zullen jullie een heel ander persoon voor de camera zien zitten dan dit. Want dan gaan we naar de Excite Awards. En we is ik en V. Ik heb zoveel haast gehad, maar ik heb het gehaald. Ik heb me snel omgekleed. Kind of look bald, but let's accept the forehead. Ik zal jullie daar even een beter beeld geven wat ik aan heb, want ik moet nu echt opschieten. Mijn personal driver is waiting. Personal driver, what's up? We zijn dus even een broodje halen, maar we staan dik in de file. Dus ik hoop dat we een beetje op tijd gaan zijn. Ik word achter mij echt dik aangekeken. Ik denk nog mijn broek. Good to know. Wow.
bed, baby. Kan er ook nog wel bij. Oh ja, René. Wil jij even laten zien hoe het moet, alsjeblieft? Ik ben wel benieuwd. Zet jezelf, let op. Mensen die in de club. Dit is hoe je het doet. En nu doet Julia. Ja! Schatjes. Oké, Widia en Nina, bij deze. Follow Nina, de vlog. Ze heeft ook een vlog, komt nu in beeld te staan. Voor als je kinderen wil, als je geen kinderen wil, dan moet je niet kijken. Nee, inderdaad. Als je geen kinderen wil, kan je naar mij kijken. Kinderen? Nee. Geen kinderen. Nee. Als je kinderen... Kinderen? Geen kinderen. Maar Widia, eerlijk. Jij wil ook gewoon een kleine Felix. Jij wil een kleine baby Felix. Dat gaat waarschijnlijk heel makkelijk.